Opnieuw actie in het onderwijs. Schoolleiders protesteren dit keer tegen het personeelstekort. Ze zijn te vaak te veel tijd bezig vervanging te vinden voor een zieke juf of meester. Ik zit soms een uur s'avonds aan elkaar te breien. En dat is eigenlijk een signaal ook naar, naar buiten toe dat wij daar niet voor bedoeld zijn. Toch wordt er maar zelden een klas naar huis gestuurd, dankzij de flexibele opstelling van leraren en de inspanningen van schoolleiders. Het is nog nooit nodig uh, gebleken omdat we achter de schermen het allemaal oplossen. Ja. De mensen die wij kennen aan de pensionada's, aan de onderwijsassistent of aan duopartners die eigenlijk vrij hebben, die proberen wij te mobiliseren wanneer iemand ziek is om toch maar te komen. En daarom roept de vakbond van schoolleiders leden op dat volgende week maar eens even niet te doen. Dan pas wordt echt duidelijk hoe schrijnend de situatie is, zegt de bond. Als er echt iemand zich morgen ziek meldt, zitten die kinderen van die groep thuis. Hoe voelt dat? Um, nou, dat voelt natuurlijk vervelend, omdat ik, je, bent, je bent niet voor niks uh, leerkracht of directeur en je vindt dat kinderen naar school toe moeten elke dag. Maar als er gewoon geen, geen bevoegde leerkracht meer is om dat op die manier te doen, dan is dat wel helaas uh, wat het is. Lagere scholen die aan de actie meedoen, zullen doorgaans ouders per brief waarschuwen dat hun kind weer naar huis komt als de juf of meester niet lekker is.